hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en ik ga zo meteen weg. Ik heb namelijk afgesproken met Kiaar in de stad, want we gaan even lunchen, shoppen. En het lijkt net alsof ik dat iedere week doe. Het is ook zo, stiekem. Maar goed, ik dacht ik ga even naar haar toe. Dit is wat ik draag, dit colletje wat ik hier onderaan heb. Ik vind dat heel fijn. Is van de H&M. Ik heb hem in het blauw en ook in het bruin. Deze komt van de H&M. Trui is ook van de H&M. Deze oranje. Elke keer als ik deze trui aan heb, heb ik het idee dat ik naar Koningsdag ga. Like the fuck. Oké. Deze trui, de broek, is ook van de H&M. Deze broek is van de Bershka. Deze is ook van de H&M. Mijn Champions schoenen. En mijn buitentasje gaat er nog overheen. En ik ga ook nog een trui terugbrengen die ik vorige week heb gekocht. Die ik nog niet heb aangedaan. Dus als je iets niet aan hebt gedaan die week, dan moet je het gewoon terugbrengen. Want dan is het niet voor jou. Dus dat ga ik nu doen. Ik stap de fiets op en ik neem jullie mee. Hallo. Hallo. Was jij net aan het slapen? Nou, boefies. Ik ga je het huis bewaken voor mij. Ja. Ja. Laters. Oh baby, I wanted you to be here. We hebben dus zojuist lekker gegeten bij Happy Tosti. Ik ben met Chiara. Huppel. Ze heeft een hele leuke zachte nieuwe trui gekocht bij de H&M. En ik film een beetje van deze positie, want als ik zo ga filmen, dan is het een beetje... Ach, fuck that shit! Ik ga gewoon, we gaan nu naar een winkeltje om te kijken voor een trui van Tommy Hilfiger, omdat ik die best wel al een tijdje zoek en wil. En nu is die misschien in de sale en dat rijmt ook nog eens een keer. Dus Kiara, heb jij nog wat te zeggen? Nee, eigenlijk niet. En we gaan zo meteen weer terug, want mijn grote vriendinnetje Tanini is daar. En dan gaan we daar nog eventjes zitten en zo gezellig. Oh mijn god, adventkalenders. Oh, het ruikt hier altijd zo lekker, hè? Oh, heerlijk, die geur. Dus we gaan nu... Oh, waar was het nou? Oh, Score was dat. Dus we gaan nu naar de Score. Even kijken voor die trui. En dan spreken jullie zo. We zijn dus nu in de H&M en we hebben allebei bijpassende blouses aan. Ik heb hem in het groen. En Nina zegt dat dit hip is. Oké, ligt niet op dat gat, want dat heeft Rens gedaan. Maar goed, en Nina heeft hem in het... Welke kleur is dit? Beige. En ze... Oh, je hebt hem heel leuk geknoopt. Ja, toch? Oh, vet leuk. Oh, ik vind hem heel leuk. Ik vind hem heel leuk. Waar kom jij nou weer mee aan? Vriendin. Pas dit even, dat is leuk. Welke maat is dit? Ja, dat past wel. Oh, XL, top. Ik weet niet wat hier mis ging, want Emily hier dacht toen ze dit voor me ging pakken, maar... Huh? Voor wat? Kerst. Voor kerst? Wie gaat er in legerprint lopen? Ik ga nog liever dood. Alleen nog stropdas nodig. €35 voor die tasje. Voilà, ik ga dat betalen wat voor was dat. €25. Ik vind hem heel leuk bij jou staan. Volgende maand gaat zo'n douche. Ja, mijn idee zegt ook wel dat je er zo eentje hebt. Ik heb het gekocht. Waarom? Voor 20 keer duurder. 4 keer duurder. Nu is die 4 keer duurder. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag 20 november. Het is nu rond 12:50. Ik ga zo meteen naar mijn werk toe. Ik hoef vandaag eigenlijk niet te werken, maar ik heb gisteren een video gemaakt voor mijn werk. Een soort van preview eigenlijk voor een tosti die wij gaan lanceren deze zaterdag. Dus voor jullie, eergisteren is die live gekomen op het Instagram account van Happy Tosti Delft. Dus daar ga ik nu aan werken en ik ben ook zo blij. Vandaag is namelijk de kaartverkoop ingegaan, de pre-sale voor de show van Harvey op 5 april.
En Kiara en ik hebben gewoon VIP-tickets kunnen bemachtigen. Met een meet and greet. Dus daar ben ik echt super blij mee. In Amsterdam. Dus, en Kiara is dan ook jarig die dag. Dus we gaan er gewoon echt een hele leuke verjaardag van maken. Maar ik ga er nu vandoor. En ik neem jullie gezellig even met me mee. Welkom weer bij een nieuwe treitervlog. Dit is Enzo Knol. Nummer 2. Ben je zelf? Ik ben de tweede Enzo Knol. Ja, ik ben sowieso aan het vloggen. Ik ben de treitervlogger. We zijn in de schoolkeuken. En het is heel interessant. Ja, heel interessant. Ja. Heel interessant. Heel boeiend. Heel boeiend. Ja, zeker. Nee. Fidoor, je loopt in de weg. Fidoor, het is er nou. Fidoor, ik moet in de camera. Nee. Nou, vandaag is heel interessant op werk. En ik ben de treitervlogger. Oké. Ik ben dus nu weer onderweg naar huis. Nou, eigenlijk niet. Ik ga weer naar mijn favoriete winkel. Je weet wel welke. En ik voelde me echt zo'n influencer vandaag. Jemig. Ik ging letterlijk naar de stad en ik had mijn laptop mee. En ik ging editen bij mijn werk. En het voelde net alsof ik ga koffie drinken en editen, want thuis heb ik te veel afleiding. En ik ga nu even een kersttrui kopen, want ik had gisteren eigenlijk al die trui aan. Maar toen dacht ik, nee, die wil ik toch maar niet. En nu denk ik, yes girl, you going with me. Die man verpest het shot. Heel hinderlijk, oké. Oh, thank you. Dus we gaan, of ik ga even naar de H&M. Later. Nou jongens, we zijn er weer hoor. We zijn er weer, we gaan nu naar binnen. Oh, hoi, we zijn er. Ik ben inmiddels thuis. Ik zit nu lekker aan de keukentafel. We gaan pizza eten. En daar heb ik super veel zin in, want mijn moeder maakt het echt super lekker. Hè, mam? Ja, moet je daar maar afwachten. Ja, maar jij kan dat heel goed. Dat doe je echt heel respect. Zo, lekker gooien met messen, hoppa. Hier, bord. Ja, hey, hallo, deze discussie is niet oké. Joejoe. Lekker hoor. Heerlijke pizza. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik zit in de auto met Ientje. En we gaan vandaag driften. En voor de mensen die driften niet weet wat dat is echt een beetje, denk ik, ja, deze tijd. Dat is kringlopen. En ik ben er al helemaal op gekleed op de drift shop. Oh my god, er lopen letterlijk hier ganzen voorbij. Ga je nog doorrijden lopen? Oh my god. Nee. Ja, ik pop nog op de weg. Eeuw. Godver. Het was groen. Dus we gaan lekker naar Rataplan. Eerst in Delft. Dan in Den Haag, Den Hoorn. Nee, Noordorp. Daar zo toch? Ja. Bij Oriental daar. Dan, en als we dan nog zin hebben, gaan we naar Rijswijk. Dus het wordt een heel leuk vintage stripje. Dus, ik ga een challenge doen. Wat voor challenge, vriendin? De outfit voor elkaar zoeken. Of zo goedkoop mogelijk outfit voor jezelf. Oh, dat is leuk. We kunnen twee challenges doen. Eén outfit voor elkaar vinden. Maar ik ben best wel moeilijk met broeken, hè? Daar zo is, ze hebben niet altijd mijn maat. Haha, jullie wachten lekker op de bus. Ik werd aangekeken door die vrouw, zag je? Oh, je moet daarheen, liefst. Daar toch? Ja, daar. Oké, dus ik neem jullie mee en let's get started! Leid de mensen naar binnen. Oké, jongens, we gaan vandaag twee challenges doen. Oh, ze hebben kerst! We gaan outfit voor onszelf uitkiezen. Wie het leukste en goedkoopste heeft, die wint. En de tweede challenge is voor elkaar. Oké, let's go. En op Instagram staat. Ines, wat heb je? Ines, wat heb je? Burberry tas. Hey! Alles designer. Alles designer. Yeah! Je kan gewoon designer vinden in de kringloop. Echt leuk! Haha,
Die gaat mee voor Ines de outfit. Zal ik het hier doen? Nee, je moet een eigen. Nou. Like, damn, dit is 5,95. Oké, maar ik heb nu een dikke trui aan, hè? Ja, maar niet. Oeh, we kunnen matchen gaan. Kijk dan. Deze. Oh mijn god. Like, dit is alles. Yes, girl. Oké, het staat niet bij de outfit die ik aan heb. Dat is niet echt jouw maat, wel. Is iets leuk, jongens. Kijk, vet cool. Ja, daar. Oh, die is ook leuk, hoor. Kijk. Die is vet leuk, Ian. Staat je heel leuk. Oké. Voor Jamie een paar dingen. Jamie, ga eens weg. Oh my god, fancy. I love it. Oké. Okay. Jamie, niet kijken. Ik heb dus iets voor Jamie gevonden. Vorige keer gingen we naar de Bershka of zo. En toen zag hij al iets van dit. En dat dan met iets anders. I don't know yet. Ik voel me zo cringy vloggen. Terwijl niemand naar me kijkt. Daar moet ik nu iets bij vinden. Waar is Jamie? Ik denk dus dat ik iets van een zwarte kooltrui zou gaan vinden. Dat past overal bij. Ik heb nog zo'n sweater, maar ja, dat is hartstikke saai. Blauw met groen past niet. I mean... I like it too, Jamie. Maar, kijk, weet je, het is, ik vind dan een beetje pink, vind ik dan niet zo. Dan. Nee. Gewoon een basic zwarte outfit. Ja, nou ja. Kijk naar al deze blazers, jongens. Al ben je een meisje, I love it. Gewoon oversized. Goede blazer. Dan kan je gewoon heel de wereld aan, jongens. Oh, zwart. Ja. Yes. Hey, Ian. Ja. Ja, het is heel. Ja. Het is best wel weinig, maar let go. Vriendin, dit heeft ze dus voor mij. Best wel wat dingen. Dit is samen een outfit. Die vind ik leuk. Oh, oké, okay, ja. Vriendin, ja? Even serieus, dit is rood. I know, wat is er mis mee? Op rode broek, wat is dit? Ja, maar je moet gewoon niet je broek meetellen. Oké, okay, ik heb deze broek heb ik aan, maar die hoort niet bij de outfit. Oké, okay, we gaan... passen, Lego. Vandaag is rood de kleur van mijn outfit. Maar ik vind hem op zich niet verkeerd. Het is echt zo'n stofje. Een beetje zo'n outsetter stofje. Alleen ik heb het idee dat hij heel erg jeukt. Dus ja, we gaan kijken wat Ines ervan vindt. Outfit, wat vind je? Ik vind de blazer oprecht leuk. Die tas maakt de outfit helemaal af. Ja, natuurlijk. Like, al de designer. Ik vind de blazer, is die niet te groot? De blazer. Hij is net iets te groot, hè. Maar ik heb nog een andere. Ik vind de blazer vind ik oprecht wel leuk. Ik heb deze, had ik ook nog gekregen. Oh, die is ook leuk, Ian. Ik denk net iets wat kleiner. Ja, maar ik vind hem wel leuk. Deze is... Hij zit perfect met een taille riempje of zo. Ja. Alsof je de blazer aan hebt van je vriend. Dit is dus het blouseje wat Ines nu voor mij heeft uitgekozen. Op zich is het wel leuk. Alleen, het lijkt net alsof ik op safari ga of zo. Ian, we matchen. Kijk. Green squad. Dus, ik ga dus nu zeg maar weer het hokje in. Wacht, ik laat het even zeg maar in de spiegel zien hoe deze outfit nu is. Oké, dit is de echte outfit. Blouseje, ik weet het niet. Ik voel me net zo Freek Vonk-achtig en het is zo niet mij. I don't know, man, I don't know. Oké, ik ben van dit jasje, ben ik wel echt fan, omdat ik vind hem oprecht leuk. Heel eerlijk, ik vind hem oprecht leuk. I know, ik dacht dat dit ding. Ik was op zoek, toen we in Utrecht waren, was ik ook al op zoek. Ik zei dat net tegen jouw camera. Alsof mijn camera terugpraat. En dan de trui.
ja, die kan je gewoon combineren met ook een zwarte basic trui. Maar ik vind, ja, ik vind hem wel leuk of zo. I like it. We zitten weer in de auto. Het enige wat ik heb gekocht bij Rataplan is de blazer. Die ik, ik weet niet of ik die aan had in de vlog. I don't know, man. Ik heb in ieder geval een leuke blazer gekocht. Kijk, even wel leuke streepjes en zo. Ines heeft die Burberry tasje gekocht en ook een blazer en een groene top. Twee zelfs. Groene topjes, twee. En we waren in totaal 5 items, €22 kwijt. Dat is echt heel cheap. Dus dat. We gaan nu lekker Starbucks halen. En dan... ja, vriendin, hoe de F rij jij? We zijn weer terug van Rataplan, maar dan in Den Haag Noodorp. En Ines die heeft echt 3 hele leuke dingen gescoord. Een Louis Vuitton bag. Het is helemaal, helemaal awesome, zoals hem. En 2 shirtjes. Ik heb niks gekocht, maar ik zag ook niet zo heel veel. We gaan nu lekker naar de Oriental om lekker te snacken. Voor mezelf naar de toko. En de toko is daar. We gaan eerst even naar de auto, want Ines die gaat even een jasje pakken en dan gaan we naar de Oriental. En we lopen nu langs de sportschool. Niet dat ik ooit in mijn leven ga sporten, maar goed, hè? Het is fijn dat het er is. Oké, ik ga even lekker dit eten en Ines heeft een lumpia. Eet smakelijk, Ientje. En zoals je kan zien ben ik weer thuis. Het was super gezellig even met Ian in Rataplan. En we hebben ook nog wat gegeten bij Oriental. Ik lig nu lekker. Nou, ik zit nu op mijn bed. Ik ga lekker mijn joggingspullen aandoen. Mijn trainingsbroek en mijn trui. En voor de rest ga ik vanavond niet zo heel veel boeiends meer doen. Dus ik zie jullie morgen weer. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is zaterdag. Ik heb altijd een struggle met welke datum het nou is. Het is nu 23 november. Het is nu 10 voor 10:30. Ik moet vandaag weer werken. Ik werk van 11 tot 6 vandaag. Dus ik ga over ongeveer 10 minuutjes weg. Dan ben ik lekker op tijd. Vandaag is een hele bijzondere dag. Want vandaag gebeuren er 2 dingen. De Sint is in Delft. Dus dat is helemaal leuk. Dus yay. En vandaag lanceren wij de Tosti Sinterklaas. Hebben jullie de video nog niet gezien op het Instagram account van Happy Tosti Delft? Dan zal ik hem nu invoegen. Dus dan kunnen jullie nu even naar kijken. Die ik heb geëdit. Dus vanaf vandaag, dus voor als jullie deze vlog zien is maandag, kunnen jullie die komen halen bij Happy Tosti Delft. Dus ja, ik zou zeggen doen, want hij is super lekker. Ik heb hem al geproefd. Dus ik ga hem klaarmaken en dan neem ik jullie mee vandaag. Oké, ben je aan het fietsen? Gebeurt dit? Is je band lek? Oh mijn god. Ik moet dus nu lopen naar werk en terug dus. Wat een gezelligheid. Van links naar rechts en zwaai maar heen en weer. Dan draai je wel een rondje en doe dat nog een keer. Van links naar rechts en zwaai maar heen en weer. We gaan weer op een rondje, dan gaat het weer weer. Hoe goed Rens en Stan tosties maken. Leg uit, Stan. We hebben 2 maal tosti kroket. Rens heeft al soep opgezet. Soep! Het is tijd voor de ragout. Ragout daar. Groen zo kwad. Vlak, heel dat. Vlak, goed.
Doe nog een beetje zo. Ik doe Rens. Want er moet er nog eentje komen. Ja, in Bola. In Bola. Je ziet dat mijn collega's erg collegialiteit hebben bij tegen elkaar. Sinterklaas vond dat. Sinterklaas vindt dat Rens afwas niet zijn sterkste punt is, maar wel zijn collegialiteit heeft. Maar hij slaat dus op. Ziet er zo anders uit zonder bril. Ja, Rens. Weet ik. Rens, ga naar je plek. Ik ga de vlog afsluiten. Nee, niet doen! Don't do voor nu. Don't maar zometeen hebben jullie nog een leuk minuutje met. Goedemorgen. Nee! Oké, ik ben dus nu naar huis aan het lopen. Want mijn fietsband was letterlijk leeg. En ik ga even over de weg heen. Maar mijn fietsband is dus kapot gegaan vandaag. Toen ik naar mijn werk ging. Dus dat is niet heel chill. Dat houdt in dat ik normaal in mijn werk, naar mijn werk, echt zo ben. Binnen 8 minuten. En het is nu al 7:30 en ik ben letterlijk al een kwartier aan het lopen. Maar gelukkig heb ik jullie bij me. Een soort van. Ik weet niet of dat heel goed is. Maar ja, ik ga nu even nog een kwartier lopen en dan spreek ik jullie letterlijk als ik thuis ben, want thuis ga ik iets superleuks maken wat binnen 8 minuten klaar is. Dat is een soort van iglo recept. Het is trouwens niet gesponsord, maar ik dacht laat ik het even uitproberen, want het was in de aanbieding. Oké, ik ben thuis. Dit ga ik maken van iglo pasta met spinazie. Er staat hier dat het binnen 8 minuten klaar is. Dat gaan wij even timen. En dan is dit het eindresultaat. Het heeft precies 8 minuten gedaan erover om het klaar te maken. Dus snel en handig. Woehoe, nu ga ik het lekker eten. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ah! De laatste dag van de week. Het is nu. Nee. Hoe laat is het nu? Zo, je schoot weg. Ga weg, Sander. Het is nu. Ik hoef jou niet, Sander. Het is nu 6:10. We zijn klaar met werken. Sander, pak jou. Jullie willen niet weten hoe Sanne erbij zit. Ah, daar is ze. Gevangen op een tafel. Maar. Gevangen op een tafel. Over een tafel. Onder. Onder de tafel. Ze is niet dronken hoor, jongens, voordat jullie dat gaan denken. Dus. Staan. Deze twee. Koek, koek. Maar. Het was vandaag best wel een leuke dag op werk. Ik ga zo meteen met Sanne nog even naar de Subway en naar de Appie. En jullie krijgen nog iets van mij te goed. Niet van mij, maar van deze guy hier. Wat? Jullie krijgen nog een leuk minuutje met Stan. Ik denk dat ze dat niet willen. Zullen we ermee kappen? Doe een duimpje omhoog als je vindt dat Stan te veel lult in de vlog. Maar een minuutje, hou je bek, man. Oké. Dat is meer interessanter dan je hele leven. Ach, hou jij je kop. Die was best wel goed hoor. Ik ben trots op het. Oké, maar nu komt het. Nu komt een minuutje van Stan. Gezellig. Succes jongens. Stans minuutje. Vandaag promotieminuutje. Want ik ben een beetje uit inspiratie. Nee, dat ga ik niet meer doen. Maar ik ben een beetje uit inspiratie, want dat. Maar Sneeuwwitje, fucking leuk. Ja, ik speel er ook in. Want dat is zaterdag 28 maart. En zondag 29 maart 2020. En zondag 5 april in de Rijswijkse Schouwburg. Dus koop je kaartjes als je mij wil zien als het werkt. Via de link. Als jij een link in gooit. Als jij er een link in gooit, dan kan je via de link in de beschrijving al kaartjes kopen. Want dat wil je, dat wil je. Dat wil je. Dat wil je gewoon. Want als je mij wil zien als het werkt, dat is gewoon goud. Weet je. Dus kom kijken naar Sneeuwwitje. En
dan maak ik jullie blij en jullie maken mij blij. De ballen. En inmiddels ben ik weer thuis. Het was een superleuke dag op werk. Ik ben nu in de souterrain. Ik zit er op mijn laptop. En trouwens, dit heb ik dus net gehaald. Daar wordt hij. Diffuse tea, enjoy hot and cold in black tea, apple cinnamon. Deze. En deze is zo lekker. I can't handle that shit. Dus ik ga nu lekker editen. Ik sluit bij deze ook de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet ook zeker niet even dat notificatiebelletje aan te klikken. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer die voor jullie maandag online staat. Dus tot de volgende week. Doei doei. Wow, holy fucky fucky. Dit is te veel aan mijn gezicht in de ochtend. Dit is zo raar, hè? Ja. Mukbang met Sanne. Tam, echt letterlijk langs mijn oor. I have you been.